quarter than us, that's 7. Yeah. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stamman van de Werf. Mijn man, die heet Roderick Stamman van de Werf. Het is vandaag, dinsdag, 15 september 2020. En het is nu 7:48. Dus bijna 7:50. En ik ga nu met de twee zusjes eerst even lekker mijn lot in. Ik kan hun even lekker uitrassen. En dan ga ik even lekker met Lady lopen. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst bij deze groep. Heel veel. En wie trekt als altijd, dat is mevrouw Loffly. Die heeft de boel boeldozenmodus aan. Ja. Wat doe ik? Ik ga het gewoon lekker makkelijk doen. Wat dacht je ervan? Wat gaan we doen dan? Hé, hey, ja, wat gaan we doen? 1, 2, dat dacht ik ook. Luisteren en niet zo trekken, dank je. Rustig lopen, doe maar. Doe maar, rustig lopen. Dank je. Nee hoor. Maar ze weet ook waar we naartoe gaan. Scheelt weer. Zeg maar, dan kan ik weer lekker rennen en doen. Jij, jij, lach je bekken. Jij, jij, lach je bekken hier. Oh, lekker het kroosten. Oh, Loffly. Hey, ga je wat denken? Ik ga hier het kroost in. Oh, Lof. Een beauty. Kom dan. Ga met water in. Ja. Oh, wat zijn jullie toch ook lief. Heerlijk. Nee, hey. Doe maar, ga maar het water in hoor. Kom dan, Beauty, kom maar. Kom, overzwemmen dan. Niet? Kom dan. Hey. Het lijkt hier wel herfst, jongens. Ga het water in dan. Zo, lekker zwart worden. Oeh, lekker zwart. Wat zie je eruit, lieve schat. Oh, lekker. Modderbadje, hè? Jo, wat zie je eruit? Oh, heerlijk. Wat zie je eruit? Hé, dames.
Kijk eens. Hier. Oh, wat zien jullie eruit. Heerlijk. Wat zien jullie eruit. Jullie zijn niet meer wit, maar jullie zijn zwart. Ja, jullie zijn zwart. Wacht dan even. Kom eens hier. Los. Los. Nee, ga daar even in. Niet springen. Zo. En toen waren jullie weer wit. Oh, wat zie je eruit. Wat zie je eruit, lieve schat. Ja, wat zie je eruit. Oh, mijn god. Heerlijk. Wat zie je eruit met je snuit. Kom, deze kant op. Oh, heerlijk. Ga achter je zus aan dan. Ja, doe maar. Doe maar. Oh, heerlijk. En het is nu klokslag bijna 8:30. Ze kan haar zus niet bijhouden. Meisie, lekker plezier doen, hè? Ja, goed zo. Even lekker quality timepje. Ja. Hé, lady. Lady, kom eens hier. Lady, kom eens hier. Kom eens dan. Ja, kom dan. Lady, kijk eens. Hé, hey, snoep komt. Ja, ja, ja. Hé. Hey. Snoepje komt. Kom eens hier. Kom dan. Kom eens hier. Nee, hè. Zeg maar, zoek het uit. Ja. Doe ik ook. We gaan lekker lopen. Eventjes een rondje. Hé. En dan ga ik even bellen. Zo. Ik zit weer lekker zoals gewoonlijk. Lekker weer op en op Bigo. Kaboutertje is er ook bij. Gezellig. Niels is erbij. Crazy is erbij. En ik ben erbij. Yippie. Hey, dus jullie komen ook weer lekker in de vlog, ook leuk, ja. Vergeet niet te abonneren. Ja, en wat nog meer? En doe je notificatiebelletje aan om vlogs voor allemaal de vlogs delen, yes. Mooi zo, top, dank jullie wel. Hoef ik het niet meer te vertellen. Ja, ons pakketje is alweer binnen. Ja, dat is deze. En het heet dus een opnemer. En ja, en ik iedere keer samen met Roderick een sensor, maar dit is een opnemer. Nou, we gaan het merken. We gaan het zien. En ik ga gewoon weer zo meteen weer filmen wat ze met onze toet gaan doen. Is leuk. Nou, autootje gaat omhoog. Ik nog meer zien. Yes. Dan ga je naar buiten, meneer Wabura. Even naar buiten. Ik heb helemaal niet te slapen.
Ik heb niet dat jullie voor slaan. Zo, dat is het oude. Oh, er zit een elektronica hierin. Ja. Maar het is nooit 100%. Je weet nooit 100% op dit het is. Nee, dat weet ik. Om te beginnen. Ja, daarom weet ik. Ja. I know. Om ermee te beginnen, om te kijken of het wel inderdaad ding is. Ik weet het. Even kijken. Want ik zei ook al net tegen Rooks van ik ga lachen als het dat en dat kastje is die eigenlijk gewoon in de auto zit. Je hebt een paar keer erop getikt, hè? Ja, maar ook dat werkt niet. Zij zit los? Hij zat, ging wel een kwartslag. Oké. Dus hij zit nou weer goed. Hij zit nu vast, dan gaan we houden in de gaten. Ja, doen we. Ja? Yes. Nu kijken of die zijn net een meter goed. Ja, dat gaan we doen.
Ja, en we zitten dus nog steeds in de auto. Ja, alweer eigenlijk. Het autootje. Want we zijn eerst dus vanmiddag naar de garage geweest. Het is allemaal gemaakt. Het doet het allemaal weer. Daar ben ik super blij mee. En want het was de opnemer die kapot was. Ja, oké. Okay, best. Wat jij wil. Toen is eigenlijk weer in huis. Dingen even snel pakken en doen. Toen heb ik dus 1,5 uur rennen gehad. Daarna zijn we eventjes naar de lokale dierenwinkel geweest. Om even zaagsel en voor het stelletje te halen. Vanuit daar dus weer in huis. En ik wil even de persoon in kwestie even bedanken. Over de geweldige service van de garage. Dus dan gaan we dus nu even dus naar Wereldrestaurant samen. Ja, en dan kunnen we wel bedenken. Karin, gaan jullie alweer uit eten? Misschien wel, misschien ook niet. En dat was rood. Waar staan we nu? Bij de Haagse Poort. Hoe toevallig. Beetje groen-wit. Kijk. Dat is een poort naar Den Haag, zou ze zeggen. Ja. Poort, ja. Het is een leuk gebouw, man. Ja, het is poort. Ja. En het valt ook Roderick op dat de snelheidsmeter, wacht even, ik doe even mijn raam even dicht. Annex kilometerteller, dat hij ook gewoon sneller reageert nu. Dat is gewoon ook fijn. Hij slaat ook niet meer af, helemaal niks. En als hij wel afslaat, dan moeten we dus een andere kastje hier, wat hieronder zit. Maar voor nu mogen we niet klagen, het doet het. Ja, want als we klachten hebben, dan moeten we thuis blijven. Ja, precies. Dus nee, we gaan weer even naar Wereldrestaurant samen. En dan even kijken hoe onze samenwerking kunnen zijn. Hè? Ja. Want ik sleep alleen mijn samenwerking op het moment toe uit. Ja, hey, lieve schat, wat heb je allemaal? Vertel het eens. Satéetjes, maar die zijn niet echt lekker volgens mij. Satéetjes. Ja. Maar die zijn niet echt lekker. Ja, en pizza la gritta, stokbroodje kruidenboter, de gebakken banaan, de babi, de goreng, ja, bakken banaan, ja, hete kip, dit is varkensvlees met ketchup, ja, en volgens mij is dit chachu. Oké, en dan hebben we hier nog lekker roastbeef voor ons beiden. Ik heb hier van de wok, biefstuk, kip en een beetje garnalen met taugé. En ik heb hier 2 gevulde eieren met mozzarella, wat Ro aan mij heeft gegeven. Met iets met garnalen en met sushi. Dus ja, we eten gewoon weer gezellig hier. Ja. Omdat ze ons een hele goede garage hebben aanbevolen. En wat heb jij voor drinken? Cola. Cola zero of gewoon normale cola? Zero. Oké. En wat heb ik? Zoals gewoonlijk, ja, wijn en met de kassis erbij, Fanta. Dus ja. Want thuis drink ik geen wijn. Nee. Daarvoor moet je hier zijn. Ja, daarom. En deze proberen is lekker. Nee. Dus, en anders moet je het gewoon even bij me neerleggen, dan eet ik het wel waarschijnlijk. Dankjewel. En dit was de vlog. Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!